In 1912 verscheen deze auto, die nu een Duits nummerbord draagt, in Frankrijk voor het eerst op de weg. Het is een Suzer Nodin Sport 2-zitter, waarvoor een koper wel 20.000 gulden wilde neertellen. Voor deze Marot Gardon, een soort veredelde brik uit 1900, met een achterportier, bleek een liefhebber bereid 45.000 gulden te betalen. In totaal kwamen meer dan 60 klassieke wagens uit een rijk automobielverleden in de hal van het Nationale Automobielmuseum in Leidschendam onder de hamer. Daarbij waren maar liefst zo'n 12 Rolls-Royces uit de jaren tussen 1928 en 1939, waarvoor prijzen werden neergelegd oplopend tot 65.000 gulden. De veiling van deze veteranen door het Nederlandse kantoor van het beroemde Londense veilinghuis Christie's was een zaak waarvoor uit heel Europa belangstelling bestond. Wij volgen de veiling van een 8-cylinder Mercedes Cabriolet uit 1935. De 1935 Mercedes-Benz 500K, bearing on my right, 30.000 guilders, 30.000 guilders. Somebody want it? 32.000, 35.000, 38.000, 38.000 guilders, 40.000, 40.000, 45.000, 45.000 guilders, 50.000, 55.000, 60.000, 65,000, 65,000 guilders, 65,000, 70,000. You bidding, sir? Any more? 75,000 guilders. Any more? Volgens insiders is dit voor 75.000 gulden een koopje.